Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie leren hoe je lotte fileert. Lotte, een visje lekker van bij ons. Lotte, die ga je altijd zo vinden in de winkels. Dus eigenlijk de lotte staart noemt dat. De kop die wordt er altijd afgedaan op de zee zelf, door de vissers. En we gaan eigenlijk beginnen met de lotte te reinigen. Het eerste dat we gaan doen, is eigenlijk de vis gaan spoelen. Dan nemen we een scherp mes. We gaan eigenlijk van aan de kop naar de staart met ons punt van ons mes mooi alle vliesjes eraf snijden. We gebruiken eigenlijk de punt van ons mes. Dus eigenlijk, ik neem eigenlijk een mes die tamelijk stabiel is, zodanig dat je eigenlijk goede controle hebt over waar dat je snijdt. Dus dan gaan we eigenlijk mooi, zie, alle vliesjes er mooi gaan af snijden. Dan draaien we de vis om. Dan doen we de andere kant. Dan zie ik dat die mooi gaat lossnijden. Dan trekken we los. Dan draaien we de vis om. Dan gaan we met de schaar mooi de zijvinnen gaan afsnijden. Hetzelfde aan de andere kant. Nu gaan we de vis gaan fileren. Dus eigenlijk, Lotte heeft eigenlijk een kraakbeen. Dus we gaan eigenlijk met ons mes mooi van de staart naar de kop de vis gaan fileren langs het kraakbeen. Draai je de vis om, doen we juist hetzelfde. Kraakbeen van de Lotte, die gaan we bijhouden. Daar gaan we een lekkere bouillon van maken, een visfumé van maken. Hoe we dat maken, dat ziet u in een andere aflevering van First Class. Nu nemen we de filet, nu draaien we hem mooi om. En nu gaan we overtollige vliesjes er gaan afsnijden. Wat we ook kunnen doen met Lotte, is eigenlijk in mooie mootjes snijden. Dus we hebben hier een gereinigde Lotte ook. Dus alle vliesjes zijn er mooi af. We gaan eigenlijk mooi gaan midden doorsnijden. Dat houden we voor de soep of voor de fond. We snijden mooie stukjes. Die mootjes die kunnen we mooi gaan haren. Dat ziet u ook in een volgende uitzending hoe we dat gaan doen. Maar daar zitten ook geen graatjes in. Lotte, in filet of in mooie mootjes gesneden. Wat we ermee zullen doen, dat ziet u in een volgende uitzending van First Class. Zeker lekker. Tot de volgende keer.